misschien keigaaf bezoeken raadsleden, bedrijven, organisaties of instellingen in de gemeente Tilburg. Jacqueline Gersen van de VVD is op bezoek bij straal- en poedercoatbedrijf Strabeco. Hoi, welkom. Hey, dank je. Ja, ik denk dat ik kom eens even naar Strabeco kijken wat we hier allemaal een beetje doen. Ja, nou, hartstikke precies. Leuk. We zijn hier bij Strabeco. Straal- en poedercoatbedrijf, eigenlijk conserveerbedrijf, Strabeco. Doen stralen, metalliseren, poedercoaten en natlakken. Wij zijn bij Strabeco omdat het een mooi Tilburgs bedrijf is. En wij als VVD vinden werkgelegenheid in Tilburg een heel hoog goed. Dit is een van onze nieuwste cabines. Kijk, dit is dus een nieuwe cabine. Hier kunnen vooral hele grote objecten gestraald worden. Nou? Ja, dat kun je dus ook zien. Hier is het nog niet gestraald. En daar is het wel gestraald. En wat is dit? Het is een skid frame. Een skid frame? Ja, er worden gasleidingen opgelegd. We doen veel voor de gasindustrie. Okay. Want die willen vaak iets heel lang en duurzaam behandeld hebben. Dat het heel veel jaren meegaat. Ja, ja. Want ja, we leggen natuurlijk niet zo'n gassysteem niet aan voor een paar jaar. Dit wordt getransporteerd met deze grootte, in deze grootte? Ja, okay. dit is helemaal aan uit één stuk. Dus dit kunnen ze straks in één keer op zijn plek in één keer neerzetten met de kraan. Ja, een stukje transport. Op dit moment kan het alleen over de weg. Je ziet natuurlijk wel dat de afmetingen steeds meer toenemen. Over de weg wordt steeds moeilijker. De wegen slippen ook een beetje dicht. Daarnaast is er een treinverbinding, maar die trein ligt hier nogal ver weg. We hebben hier wel het water heel dichtbij. Dus ik hoop in de toekomst daar wat meer mee te kunnen gaan doen. Transport over water heeft ontzettend veel voordelen. Punt 1 natuurlijk, het is milieuvriendelijker dan vrachtwagens. Het scheelt ontzettend veel vrachtwagens. En ook niet alle materialen zijn natuurlijk makkelijk te vervoeren over de weg. Grote materialen kun je makkelijker vervoeren met schepen. Dus de trend is feitelijk dat de producten die hier worden aangeleverd, dat die steeds groter worden. Ja, ja, dat klopt. En hoe verklaar je dat? Ja, steeds meer mensen willen natuurlijk liefst in de fabriek de producten helemaal kant-en-klaar maken. Zodat ze op de bouw alleen nog met de kraan gezet moeten worden. Dat is natuurlijk ook beter voor de mensen, betere arbeidsomstandigheden. Ja. Dus vandaar dat de producten alleen maar steeds groter worden. Ik denk dat het ook goed is. Ja. Want kleine producten komen vaak toch wat goedkopere productielanden. Dus juist deze grote producten kunnen wij met onze duurdere mensen hier behandelen. Kijk, hier kan het luik kan hier open. Dan kun je dus met de kraan kun je naar buiten rijden. En dan liggen hier de producten liggen klaar voor transport. Ik heb ongeveer een jaar geleden gevraagd of ik dit niet 100% kan bebouwen. Want ook voor arbotechnische redenen zou het natuurlijk heel goed zijn om het allemaal onder dak te hebben. Onder het dak te hebben, ja. Dus helemaal overdekt bedoel je? Ja, 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 ja. Want dan kun je natuurlijk de mensen onder betere omstandigheden laten werken. Ja. En ook kunnen dan de producten wat schoner opgeslagen worden. En de gemeente die werkt hier aan mee? Ik hoop het wel, ja. Ze hebben tegen mij gezegd, als ik de vergunning in een jaar of twee heb, dat het al voorspoedig verloopt. Wij als raadsleden worden vrij vaak benaderd door onder andere ook ondernemers die zeggen, ik heb een vergunning aangevraagd, het duurt zo lang, zouden jullie eens na kunnen vragen? Wat speelt zich dan af? Wat zijn de fases waarom het zo lang duurt? Ja,
Wat maak jij mee? We hebben eerst een principevergunning aangevraagd. Daar moeten ze ongeveer een jaar lang over doen ze erover. Voordat dat akkoord gegeven kan worden. Een jaar okay. Ongeveer. Daar komt er natuurlijk ook het stukje welstand nog. Een stukje geluid. En dan gaan ze kijken welke werkzaamheden daar we gaan doen. Ja. En dat moet allemaal nog een keer extra bekeken worden. Ja, en dan komen ze ook gewoon echt op bezoek. En dan wordt het hier ter plekke bekeken. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat het vooral allemaal toch wel achter de bureaustoel besloten wordt. Oh ja. Wat wij als VVD vinden van deze lange procedures is niet zo heel erg positief. Wij zijn als VVD voor een hele kleine overheid. Dat wil zeggen een kleine overheid, maar wel faciliterend. Dus met zo min mogelijk mensen feitelijk zoveel mogelijk dienstverlening bieden. Het zou heel mooi zijn als de regelgeving iets simpeler zou worden. Zodat toch een simpele ondernemer wat sneller kan investeren en door kan gaan met zijn bedrijf. Hè. Liefste ben ik gewoon met het bedrijf bezig. En dat is het liefste wat ik doe. Dus al die regeltjes, daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. Met jou? Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Hè? Want je wilt natuurlijk als bedrijf wil je altijd vooruit. Hè? Ja. Je wil meegaan in ontwikkeling. Ja. Je ziet dat de kleine productie toch verhuist. Dus je wil vooral groter en groot. Ja, als bedrijf moeten we heel veel investeren om de ontwikkelingen bij te kunnen houden. Op dit moment sta je als bedrijf even stil. En dat is jammer, want dat kost werkgelegenheid, banen. Maar ook stilstand is achteruit gaan, zeggen ze wel eens. Hè? Wat doe je nu niet, omdat dat lopend is? Op het moment dat dit 100% bebouwd zou zijn, zou ik nog groter, nog zwaarder kunnen doen. Ja. En misschien straks in de toekomst met het over water. Ja. Ja, dat zou een heel mooi stukje toekomst zijn. Dat is inderdaad een hele grote verbetering.